Yo, Nintendo fans! We zijn gymleaders aan het slopen. Dat moeten we doen voor de tweede keer, omdat er een gigantisch toernooitje aan zit te komen. En normaal gesproken zou Gita dit gaan doen, de leider van de Elite Four. Maar ze heeft gevraagd aan mij of ik dit wil doen. Dus natuurlijk wil ik dit doen. Kan ik ook mijn Pokémon nog een beetje trainen? En we zijn aangekomen bij de Bug-type gym. En als jij blij bent dat deze serie nog niet is afgelopen, knal de duimpjes omhoog. Misschien kunnen we weer 500 duimpjes halen. En vergeet sowieso niet te abonneren, want ik speel alle nieuwe Nintendo games op dit kanaal. Hallo, Katie! Ja, Katie was wel aardig. Zei je, Katie is ook eigenaar van de patisserie. En ze zegt, oh, is dit een nieuwe kampioen waar iedereen het over heeft? Oh, ben jij dat, lieverd? Ja, dat ben ik. Ja, ik ben de nieuwe kampioen. Hoera, jee, ik had goed gegokt. Ja, ik snap het wel, want je was al zo sterk. Toen je hier de laatste keer was, toen had je ook echt zo'n goede tijd. Dus je komt hier omdat Gita je gestuurd heeft, hè? Oh, ik was helemaal vergeten dat ze haar inspecties ging doen. Nou, gelukkig was ik toevallig allemaal cakejes aan het uitdelen aan mijn staf. Dus ik heb heel veel geluk. Nou, laten we dit gaan doen. Zij is zo'n warrig persoon, maar ze is zo leuk. De vraag van vandaag is trouwens, van welke Pokémon vind jij dat er nog een evolutie moet komen? Want in de vorige video moest ik bij Larry battelen tegen een Komala. En ik vind Komala nou echt zo'n Pokémon die gewoon een keer even een upgradeje nodig heeft. Die moet een evolutie krijgen. Dus mijn keuze zou zijn Komala, maar ik ben heel benieuwd naar jullie keuzes. Ik ga ze allemaal lezen, dus laat je reactie achter. Katie zegt, ik weet nog dat je die olijf aan het duwen was op het veld. Bij hoeveel gyms was je toen al geweest? Was ik de eerste gym? De Cortondo gym ligt dicht bij de academie. Dus heel veel mensen beginnen hun avontuur hier. Met dat in gedachten vraagt La Primera me altijd om hem een beetje in te houden. Oh, oh. Maar dat moet je nu niet doen. Ze zegt ook, ja, ik vind het een beetje zielig voor mijn kleine insecten. Want daardoor verliezen ze vaak hun battles. Maar nu, nu hoeft dat niet. En nu kan ik mijn ware skills laten zien. Ah, kijk er naar uit. Let's go. Let's go, Katie. Hoppakee. Ze begint met low kicks. Vette naam ook wel, trouwens. Verwacht niet dat ik lief ben vandaag. Haha. Mijn winst zal bitter smaken voor jou. Nou, ik ga voor dual wingbeat, omdat die over het algemeen vaker zou moeten raken. Kijk, en dat is ook precies genoeg om low kicks te verslaan. Ja, ik ga me ook niet inhouden, Katie. Dat snap je wel. Hotseflots. Low kicks is down. Ja, en Annihilate gaat naar level 70. Moet nu tegen Fortress. En die is ook steel, toch? Die is dus alleen maar weak tegen fire. En laat ik dat nou precies niet in mijn team hebben. Zal ik er maar gewoon Quackquaffle even inzetten met water type moves of zo? Ik bedoel, poison werkt niet. Ijs werkt niet goed. Steel werkt niet goed. We gaan voor Liquidation. What up, Fortress? Ja, Fortress. Dit is wel een goede Pokémon, hoor. Die moet je niet onderschatten. Die ziet er misschien een beetje suf uit. Maar daar moet je echt voor oppassen. Ik ga denk ik toch voor close combat. Zodat ik hem hopelijk in één keer nu kan slopen. Let's go. Dit bedoel ik, jongens. Dit bedoel ik. Mijn defense is nu naar beneden. Oh, Fortress is wel een beetje aan het slacken, als ik heel eerlijk ben. Zijn attack is nu super hoog, dus hij moet nu wel echt down. Misschien is het slim om air slash te gebruiken. Huh, ik mis. Ja, Quackquaffle. Oh, ik ga het nog steeds niet aanvallen. Ik wou zeggen, Quackquaffle heeft nu een probleem. Ja, als je nu één klap krijgt van die Fortress, hè, dan is het gewoon klaar. Mis ik nou weer mijn air slash? Die heeft een accuracy van 95 en ik mis twee keer achter elkaar. Je hebt dus een kans van 1 op 20 dat je mist. En ik heb twee keer achter elkaar nu gewoon die odds gewoon gepakt. Ga je nu de derde keer wel raken? En dan is het klaar met Fortress. Nou, nou. Oh, als ik Katie was, had ik echt wel aangevallen, man. Je hebt een beetje te lang gewacht, Katie. Nou, ik ben een Kylo Trail weer keihard terug. Want ik moet tegen een Heracross. Ook wel een leuke Pokémon. Die verdient ook wel een evolutie, hè, jongens. Ik ga voor Hurricane. Ja, die mis ik ook weer, hè. Mijn Pokémon missen veel te veel. Ja, dan Stonehenge. Ja, ja. Lekker gedaan, Kylo Trail. Waarom raak je niet gewoon? Nou, dan is mijn andere vogel weer terug. Gaan we weer terug naar Air Slash. Ja, nu raak ik wel. Heel goed. Oh, mijn Heracross overleeft het. Oh, hij is wel flinched. Lekker. Dan ga ik het afmaken met een Aqua Jet. Want die is namelijk altijd sneller. En dan is Heracross die weg. Doei. Nu, Spidops. Spidops. Ken ik Spidops? Wat is een Spidops? Dit is een Spidops. Die ken ik inderdaad. Apart hoor, aparte. Hij overleeft mijn air slash. Maar hij is flinched. Dus nu heb ik wel geluk. Lekker. Oh, hij is opeens sneller. Doet Silk Trap. Geen idee wat dat is. Hij beschermt zichzelf. Oh, kan ik hem dan niet raken? Is dat het ding? Is het gewoon protect? Ja, het is gewoon protect. Maar dan de andere. Nou, dan nog een keer air slash. Ja, ja, bug-type Pokémon hebben toch al aardig wat weaknesses. En zijn over het algemeen ook niet zo heel sterk. Ik vind het vaak wel leuke Pokémon. Dat is zo jammer. Oh, nu tegen Ursaring. Dat zeg ik trouwens wel, dat bug-types veel weaknesses hebben. Maar valt eigenlijk wel mee. Het zijn er maar drie. Namelijk Fire, Flying en Rock. Dus het valt best wel mee. Maar in mijn hoofd zijn bugs gewoon niet zo goed of zo. Ik weet niet. Scyther is mijn favoriete Pokémon, maar ik gebruik bijna nooit bugs. Ik zou Bounce kunnen gebruiken. Ah, laat ik dat doen. Mijn lieve kleine beer, laat ons je nieuwe vorm zien. Alsof je uit een kokonnetje komt.
Katie is echt schattig. En daar is die hoor. Ursaring. Ja, als bug-type Pokémon. Oh, ik ben gewoon sneller dan Ursarinky. Hij doet high horsepower. Die mist. Tenminste de eerste keer. Ik doe bounce. Die raakt. Hoppakee. En paralyze. Lekker. High horsepower raakt mij nu wel. En we springen nog een keer omhoog. Ursaring kan niks doen omdat hij paralyzed is. En als ik nu raak, dan is het klaar. Nou, maar Katie, je krijgt wel een goede aanbeveling van mij, hoor, bij Gita. Je bent zo'n leuke trainster. Je hebt flink je best gedaan. In plaats van level 15 Pokémon, nu gewoon echt sterke Pokémon. Je hebt mijn Kyloetrol uitgeschakeld. Je hebt het gewoon goed gedaan. Kijk haar blik. Katie zegt, dat was een fantastische battle. En ik denk dat jouw skill zich wel kan meten met die van La Primera. Oh, dit was echt leuk. Zonder me in te houden. Ja, toch maar verloren. En ik denk dat zo zwak beginnen tegen trainers eigenlijk helemaal niet goed is voor beide partijen. Mijn culinaire leraar, Mr. Kofu, die zei me al dat ik meer van mezelf in die battles moest leggen. Ja, oké. Nou, ik heb je ogen geopend. Dat is precies waarom ik hier ben. Beter je best gaan doen. Niet meer inhouden. Tot de volgende keer. We gaan nog een gym doen. We gaan naar de Grass-type gym. Hallo, meneer. Ik ben je naam vergeten. Was het Cassius of zo? Of dat was zoiets. Brassius, dat was het. Avantgarde. Jij bent Rikachu. No, je bent de artiest. Rikachu Garde. Ja, ik ben gewoon Rikachu hoor. Doe maar normaal. Elke keer als ik me in een artistieke battle begeef, dan wil ik diegene nog een keer zien. En ik ben blij dat je hier bent. Prijs, moeder natuur. Ik had op de planning staan om met de topkampioen Gita te meeten. Maar dat plan heb ik nu gecanceld. Zullen wij samen over kunst praten? Ja, is goed. Oh, hij zegt, ah, je kwam in plaats van de kampioen. Het maakt mij niet uit wat de reden is. Als we samen een masterpiece kunnen maken, dan gaan wij dat doen. Let's go, Brassius. Avantgarde. Kijk, Rikachu naar de Artazons windmolen. Het vangt de wind die in Paldea blaast. Langzaam, maar krachtig. En vanaf daar kon ik prima de battles aanschouwen die voor mij lagen. Ja, het is allemaal goed, jongen. Het is allemaal goed. Laten we gewoon gaan battelen. We gaan je masterpiece maken, Brassius. Ja, we zijn allebei artiesten. Ja, we zijn klaar. Let's go. Niet meer praten. Gewoon battelen. Ja, die zweep, die hoeft niet, hoor. Die mag je ook naast je neerleggen. Die zweep hoeft echt niet van mij. Lillicant is de eerste. Ik begin met Sea-Titan. Ja, Brassius. Ja, we gaan samen art maken. Ja, let's go. Hij kan er maar niet over ophouden. Oh, Lilligan begint met een light screen. Dat doe je goed. Jouw team is nu beter beschermd tegen special moves. Doe je goed. Ik doe een physical move volgens mij. Ice Spinner. Lilligan is down. 1-0 voor Rikachu Garde. Serena is de volgende. Ik vind die twee altijd een beetje op elkaar lijken of zo. Lilligan en Serena. Het zouden zo zusjes kunnen zijn. Opnieuw Ice Spinner. Let's go! Oh, Serena overleeft. En die begint mij gewoon te schoppen. Niet oké. Okay. Ik had ook gewoon moeten terrestrializen, verdorie. Nou, Serena is ook down. Boei, doei. Arbaliva. Oh, dat is de evolutie van die olijf. Die is vet cool. Die is vet cool, Arbaliva. Jij bent cool. Maar je bent wel in één keer down. Oh, Seed Sour. Wat is dat? Nu groeit de gras op de battlefield. Oh, krijg ik nu healing? Oh nee, het gras is alweer weg van de battlefield. Oké. Huh? Dat was gek. Breloom is de volgende. Die is leuk, hè. Breloom is echt cute. Maar ik ga door gewoon, hoor, met Ice Spinner. Gaat wel lekker eigenlijk zo. Breloom overleeft het ook niet. Arme Breloompie Woompie. Zou die nog steeds een pseudo-woodo hebben? Ik ga gelijk naar level 72, joh. Ja, hij heeft nog steeds een pseudo-woodo. Pseudo-woodo! Ja, ik ben al wel door de helft van mijn HP. En toch ga ik terrestrializen en Ice Spinner doen. Truly Woody, yo woodo, part 2 noemt hij dit. Ja, zo noemde hij het eerst ook al, hè? Truly Woody. En ik ben weer sneller met mijn Ice Spinnertje. Oh, Pseudo Woody overleeft het. Nu gaan we zien. Ja, oké. Stone Edge. Dit is klaar met Sea-Titan. Ja, dat was iets te veel van het goede. Oh, wel goed gedaan, man. Ik had je eigenlijk al lang moeten terrestrialize. Mijn fout. Lijkt me wel lachen om een Grass-type gym te verslaan met een water-Pokémon. Dat zou je normaal gesproken nooit doen. Maar ik ga Air Slash doen, want die is wel super effective. Kan gewoon, jongens. Baba Pseudo Woodo. Ik bedoel Truly Woodo. Hartstikke idee. Hebben we even mooie kunst gemaakt, hè, Brassius? Oh, niet boos zijn. Niet boos zijn. Dit was gewoon goede kunst. Oh, niet zo boos kijken. Waarom keek je zo boos? Jeetje. Hij neemt zijn petje af voor mij, zegt hij. Ben je weer een beetje rustig? Ah, ik was bijna vergeten. Jij kwam hier om rapport uit te gaan brengen straks.
Angita, het maakt mij niet uit wat je zegt. Zeg wat jij denkt dat gepast is. Ik heb genoeg inspiratie. Zoveel inspiratie alsof het van een bodemloze put komt en de laak niet uitgeput. Ik begin nu aan een nieuw stuk. Excuseer mij. Vaarwel. En zo dank ik u ook allemaal voor het kijken naar deze video. We sluiten hem af in Brassier style. Vergeet niet te abonneren. Doe het duimpje omhoog. Zet het belletje aan. Dan zie ik u allemaal bij een volgende video. Een mooi meesterstuk. Vaarwel.